We staan hier op de binnenkoor van de Abdijhoeve, een van onze historische hoeves. In het hartje van ons toeristisch centrum, ons toeristisch familiepark Houtale Helchteren. Toerisme is een van onze belangrijkste economische troeven. Met Hengeloef dat in volle expansie is. Met Kelchtroef waar we mooie infrastructuurwerken hebben aangebracht. Een mooie boulevard hebben aangelegd. Om een stukje verbinding te vormen tussen Hengeloef en Kelchtroef. En dan kom ik uiteindelijk bij Molenheide. Een privébedrijf waar wij ook uiteraard een klein wildpark hebben, maar waar ook een grote onderneming vandaag gigantisch veel investeringen doet in dagattracties. Maar ook in de omschakeling en de renovatie van haar bungalows om zich toch te meten met de grote in Limburg en Vlaanderen. Kortom, Houtale Helchteren werkt hard aan toerisme. Er is meer dan 35 miljoen euro geïnvesteerd door de privé. Een stukje daarvan vanuit de gemeentelijke overheid samen met Europese subsidies. Wij hopen dit elan verder te zetten. We starten in juli met ons schitterend lachfestival. We gaan duidelijkheid krijgen rond de plas door samen te werken met het agentschap Natuur en Bos. En uiteraard willen wij zorgen voor mooie ontsluiting, voor mooie wegen, voor propere wegen, voor nieuwe fietspad, het fietspad dat Hengeloef met Kelchtroef gaat verbinden. We hopen met deze gezamenlijke inspanningen Houtale Helchteren als toeristische gemeente terug op de kaart te zetten in Limburg en in Vlaanderen. Hier moet je zijn. De toeristen komen hier graag naartoe in een mooie groene omgeving waar het kloppend hart is van het toerisme in deze provincie.